Ja, ik kan het! Zo, ik ben echt blij dat we hier omhoog zijn gegaan. Awesome dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaaltje. En vandaag gaan wij weer Pokémon hunten. We gaan weer naar Kaikdijn toe. Ik ga vandaag ook echt goed deze Pokémon Go Plus uittesten. Dus jullie gaan het allemaal zien in deze video. Ik hoop dat we goede Pokémon's kunnen gaan vangen. Dus dat gaan jullie gewoon allemaal zien. We gaan onze eieren laten komen. We gaan een stuk lopen. Ik weet niet allemaal wat we gaan doen. Jullie gaan het in ieder geval in deze video zien. Laat even je duimpje omhoog achter. We gaan nu naar buiten, jongens. Let's go. Allright, jongens. We zijn onderweg naar Kaikdijn. En we vangen, we komen Octillery tegen. Dus we geven even een Pineberry, want Rainbow Raid, dat is die kleine achtige vis. Dat is de evaluatie hiervan. En ik heb nog een aardig hoge Rainbow Raid zitten. Dus ik wil deze even goed vangen. Waardoor we dan uiteindelijk die Rainbow Raid weer kunnen evalueren. We hebben hem in ieder geval. We zijn op dit moment bezig naar Kaikdijn te lopen. Het is niet heel erg warm en er staat aardig wat wind. Maar dat komt wel goed, geloof ik. Op dit moment zit er niet zo heel erg veel, dus ik moet er gewoon even weg. Maar, kijk jongens. Ik heb ook mijn Pokémon Go Plus om, dus die gaan we ook uittesten vandaag. Dat gaan jullie gewoon zien. Dadelijk komt er een Pokestop in de buurt. En dan zou die moeten gaan knipperen. Ik heb alleen Pokestops aanstaan. Waarom? Omdat als je de Pokémon dan zegt, vang met dit ding, gaan ze heel vaak weg. Dus ik vang liever de Pokémon gewoon met een normale bal, dat ik het zelf kan doen als dit ding. Maar dit ding gebruiken we de Pokestops. Wij gaan nu even naar Kaikdijn lopen, dus ik zie jullie zo meteen in Kaikdijn, jongens. Allright, jongens. Daar zo, zie jullie hier, daar zit een Jinx in de buurt. En Jinx is niet een hele goede Pokémon, maar het is wel een speciale Pokémon. Hij komt niet heel erg vaak voor. Even kijken, terwijl we erheen lopen. Ik heb wel een paar Jinx gevangen in Kaikdijn. Want daar spannen ze op een gegeven moment spannen echt twee achter elkaar of zo. Maar kijk, ik heb er een paar gediscard. Maar dit zijn mijn twee hoogste die ik op dit moment hier zo heb. Ik ben benieuwd of hij daar ook spant, dus dat gaan we zo meteen even kijken. We lopen natuurlijk naartoe. Hij moet, als het goed is, daar ergens zitten. Dus we gaan het wel zien, we moeten daar toch heen lopen voor Kaikdijn, maar ik hoor wat spannen. Dus laten we gaan kijken. Is dat de Jinx? Jullie zien het al? Nee, dat zijn een Marill. Kan er altijd wel bij, dus die vangen we ook gewoon eventjes. Een hele mooie Great Throw. Even kijken jongens, hij moet dus hier zitten bij dat huisje tegenover. Even kijken, zit hij er of zit hij er niet? Ja, hij spant er. Alright, de Jinx, hoeveel is die? 1020. Best wel redelijk. Geef hem gewoon even een Raspberry. Omdat het kan. We geven hem een Great Ball. Gooien. En kijken of we hem in één keer hebben. Daar zit dadelijk de Mr. Mime. We hebben hem binnen. Alright, sexy. Heb je hem ook? Even kijken waar deze Mr. Mime zit. Die zit daar. Dus ik zie zo meteen eventueel. Als we die Mr. Mime gaan vangen. Alright jongens, sorry voor de harde wind. Maar, oh, mijn ei komt op dit moment uit. Waarom komt mijn ei op dit moment uit? Shit. Wel een goede timing trouwens. Oh, prij. Ik krijg een Togepi dubbel. Ik heb een dubbele Togepi nou, nice. Maar, waarom komt Jinx, of Mr. Mime hier niet? Mr. Mime. Hallo, bent u hier? Waarom spant hij hier niet? Is hij hier flat of zo? Oh ja, daar zit hij. Nice, we hebben hem hier zo. Nice. Vang dat ding. Mr. Mime appeared. Hoeveel is die? 1144. Holy shit. Vang hem, jongens. Oh, de wind. Dat wind is echt heel erg hard hier zo. Even kijken, we gaan met een Great Ball. Gaan we doen met een Great Ball? Jazeker. Weet je of hij erin blijft? We hebben in ieder geval weer een Togepi, jongens. What the fuck? Ja, we hebben hem. Alright. We zijn nu echt bijna bij Kaikdijn. Kaikdijn is letterlijk achter dit huisblok. Dus we gaan even kijken of we hier doorheen lopen of er omheen. Maar jongens, hoeveel was die Togepi eigenlijk? Ik heb er helemaal niet op gelet. Recent. Togepi. Ah, hij is niet heel erg hoog jongens. Kijk maar. 294. Maar ik ga hem transferen. Want ik heb nog een Togepi. En die is veel hoger. En de wind is hier echt niet normaal hard. Holy shit. Pluspuntje. De lures staan allemaal aan boven. Dus dat is goed. Even wachten voor het rode licht, jongens. Daar wacht even op. Ik weet niet of ik dat kan zien. Ik zal even inzoomen. Wacht. Als deze bus even voorbij rijdt, zie je daar achter al die toren, jongens. Daar zo. Hij focust niet echt goed. Maar. Dus daar kijk, wacht. Daar is de toren. Alright, jongens, zoals je ziet. We zijn in Kaikdijn. Het waait hier echt ook super hard. Het is niet heel erg druk, maar er zitten wel mensen. En alle lures staan aan, dus dat is mooi. Het spant een Squirtle. Hey, het spant een Squirtle, Bri. Dus als je nog een Squirtle nodig hebt. Ik pak even een Pineberry. Hij blijft gewoon uitkomen, ook met een Ultra. Oké, bitch. Jij blijft er nou gewoon in. Nice throw. Kom op, blijf erin. Boom. Dat is ziek.
gaan we nu even lekker hier zitten. En kijken wat er nog meer zit. Wat we eventueel kunnen gaan vangen. Een sunkern. Gaan we hem even vangen deze, deze moet ik ook nog hebben. 1. Oké, ik heb hem tenminste. Ik zet echt 1 seconde mijn camera uit en dan spant weer een optillery. Dus die gaan we ook gaan vangen. Alles is mooi. Deze is redelijk hoog. Net was het niet zo heel erg hoog. Hij, is ook, hij heeft een rode stip. Dat was al een great throw. Daar hebben we wel geluk bij. Hij komt er gelijk uit. Oh. Dat is geen goed nieuws. Dus we gaan dan een ultrabal erop gooien. Beter dat dat dan wel. Die dan wel even in pakt. Dit was eigenlijk ook wel een great ball. En... we hebben hem. Nice, nice. We kunnen even dadelijk even rondje gaan lopen. Het is niet echt heel erg druk qua. Mensen en Pokémon wat hier op dit moment zit. Even kijken. Ja, hier zie je niet alle. Niet alle lures dan ook eigenlijk aan. Dus dat is een probleempje. Maar die boot daarachter, daar spant ook altijd best wel goede dingen. Ik weet niet, we gaan daar gewoon even kijken, jongen. Ik heb even mijn Insta aangegooid en zoals je ziet, mijn Pokémon Go Plus die brandt nou blauw. Dus dan klikken we even op. En als het goed is, kijk, geeft hij nu allemaal kleuren aan. Dat betekent, je hoort het misschien ook aan het geluidje. Dat ik nu een Pokémon heb gedraaid. En ik hoef dus niet meer mijn telefoon mee te houden, want die heb ik nou niet beet. Ik heb met deze hand de camera beet. En via dit ding vang ik dus de Pokémon. Wat echt gewoon super, maar ook echt super chill is. Alright jongens, er is een pincer echt letterlijk weer bij deze boot. Ah, hij spant in. Of is dat geen pincer? Ik kan het niet goed zien. Is het een pincer? Ja. Echt, deze boot is ook echt super goed qua vangst. 1088. We geven hem een raspberry, meer niet. Normale bal. Ik ga gewoon proberen met een normale bal. Kijk, dit is die boot. En hier spant echt zoveel ook goede shit gewoon. Echt, ik weet niet hoe dat komt, maar er staat wel een harde wind. Echt heel die shit. We hebben hem in ieder geval gevangen, wat zit er nog meer? Hey, Brian, zit een snoeboel zit er. Ja. Kijk, 3,99. Die gaan we ook gewoon erbij pakken. Even kijken of die blijft. 1, 2. Oké, okay, we hebben weer een snoeboer, die kunnen we als het goed is bijna evalueren. Ik ga even uit de wind staan hier zo. Even achter de boot dat het iets minder windrag is. Tegen het licht in, we hebben tenminste goed licht. Even kijken, ik sta even hier neer. Wat spant er nog meer? Nido, Rino, een Nidoran en een Nido King zit hier dadelijk. We vangen ze er gewoon even bij. We lopen dadelijk gewoon daar terug naar de normale boot. Maar deze boot, dat spant ook echt niet normaal goede shit. Ik denk dat we hier gewoon maar af en toe even heen en weer moeten gaan lopen. Deze hebben we nu gewoon gevangen. We rijden de pokes nog even bij. Vangen we even deze Nidoran. Nog steeds de Nido King moet ik nog steeds hebben. Ik heb vorige keer wel eentje gegeven weer. Maar die ik heb ze niet al bij Aasje. Oké, we gaan nog even verder lopen jongens. We hebben in ieder geval de pincer weer gevangen. Dat was ja jongens, hij zit er. De Festival Pikachu. Gaan we even vangen. Gooi er gewoon een ultrabal op. Dan kunnen we deze in ieder geval gewoon normaal bewaren. Ik heb dan 2 Pikachu's. Dan kan ik deze evalueren naar een rijtje met een facemuts. Dat is ook wel lachen. Hebben we hem? Kijk eens aan, we hebben hem jongen. Daar gaat het. Maar de wind is echt niet normaal hier. Dat is echt ziek hinderlijk. Kijk, spant er nog verder iets bijzonders hier zo? Nee, dus we gaan weer teruglopen jongens. Bam! Spant weer een mooie begin Pokémon. Totodile CP11 jongens. Ho, dat gaat heel moeilijk worden om deze te vangen. Hij ontwijkt wel mijn bal. What the fuck. Nou, kom op. We hebben ook de evaluatie van Totodile al. Crocodile. Daar moeten we dan weer de evaluatie van maken. Dus ik had eigenlijk, fuck, ik had eigenlijk een berry erop moeten gooien. Ik ben heel erg dom geweest. Maar maakt niet uit. We hebben hem in ieder geval. Even kijken hoeveel kennis we hebben. We moeten er 100 hebben om te evalueren. We hebben er 32 op dit moment. Nou. Misschien dat we die dadelijk maar gaan aanzetten als buddy. Er komt een trapje aan. Wat we nu eventjes gaan doen, is we gaan nu eventjes naar beneden lopen. Echt naar het strand toe, waar de zee ook daarachter ligt. Om ja, daar even te kijken of er wat goed zit. Ik heb mijn oren eventjes bedekt, want het is best wel koud hier zo. Dus ik doe eerst mijn capuchon lekker zo op. En dan heb ik het weer wat warmer. Dus wij gaan nu eventjes naar beneden lopen. De Pokémon Go Plus gaat af, dus die ga ik ook aanklikken. Let's go. Alright jongens, op dit moment komt er weer een 5 kilometer ei uit. Dus we gaan hem aanklikken. Wat gaat deze? Hebben we weer een boven Pokémon of niet? Ik weet het niet. Wat gaat het zijn? Ah, no. Poliwag. Ah. Even een appraise. Hoeveel is die? Ja, hij is above average IV. Dus we kunnen weer een nieuw eitje aanzetten. Gooien we gewoon weer een 5 kilometer ei in incubation. Let's go!
gaan weer naar de boot toe lopen, jongens, want daar zit weer zo'n festusvel Pikachu. En hoe meer we er hebben, hoe beter het is. Oh, dit is zo kut, jongens. Kijk eventjes hoe kut het is, let op. Oh, hier gaan je schoenen echt wel naar de kloten door de zand. Heel mijn schoenen zitten vol met zand. Leuk aan Pokémon Go, echt. Heel vaak vroeger ook, toen Pokémon net uit was en iedereen hierheen ging, het zat hier zo erg vol. Je schoenen zaten zo vol met het zand. Even kijken, dat is spannend voor wat. Ik heb er nog niet mijn schoenen geworden aanstaan. Staryu. Die hebben we niet nodig, we gaan nu naar de boot lopen. Dat is 2 minuten hoor, niet eens. Dus ik zie je zo meteen bij de boot. Ik ben bijna bij de boot, ik heb een beetje jeuk, godver. Even kijken, hij moet hier nog steeds zitten, dus ik ben benieuwd. Wat spant hier dan? Oh, en hey, Cyndaquil spant daar. Cyndaquil, start de Pokémon. Daar hebben we ook eventjes een lekker Pineapple Berry Force, zodat die extra kennis oplevert. En we hebben een Great Ball op. Maar we kwamen hier natuurlijk voor de Pikachu, maar deze is altijd mooier bij. Dus kom maar op. 1, 2, 3. Alright, die hebben we binnen. Dan kunnen we nu doorlopen voor die speciale Pikachu als die hier nog zit. Ik heb hem gemarkeerd op de map. Wat spant er allemaal. Die Pikachu zit hier. Alright, die Pikachu gaan we nu vangen. Die hebben we natuurlijk nodig. 499 is die. Holy shit. Dat willen we hebben. We gooien er wel eventjes een Ultra Ball op. Oh. Alright, als we deze hebben, dan is dat mooi. Dus kom op. Oh, hij springt eruit. Niet ontsnappen. Hij ontsnapt. Fuck you, Pikachu. Gelukkig hebben we al 2. Want een Slowpoke hebben we ook nodig voor de nieuwe evaluatie. Alleen heb ik dat nieuwe itempje nodig. En ik heb al 2 keer in 7 dagen 3 Pokestops gehad. En ik heb gewoon nog steeds niet zo'n nieuwe item. Ik heb alleen een metal coat. Ja, daar kan ik een Onyx Saito of iets mee evalueren. Maar ja, daar heb ik nog allebei niet genoeg kennis voor. Maar echt jongen, deze boot die doet wonderen, geloof ik. Wat zei je? Nee, die is van net of niet? Oh ja, inderdaad, hij spant hier gewoon nog een keer. Hij spant echt 2 keer in 1 minuut, zoals ik al zei. Alright, hoeveel is die? 246. Best wel decent, dan gooi je er gewoon een Pineapple Berry op. Dubbele candies. Great Ball. Oh, hij ontwijkt hem. Zit er nog bij? Waar, hier? Ja. Wat is dit, joh? Hey, beter gaan we gewoon naar 4 zitten, Brian. Kom maar bij die bankje bij de boog zitten. Echt, dit is 10 keer beter, man. Beter hebben we hem hier eventjes. Hij blijft ook echt uitkomen. What the fuck? Waarom blijft hij eruit komen? Dan moeten we een Ultraball opgooien. Dat wil ik niet. Maar we moeten het toch doen. En een great throw gelijk. 1. Alright, we hebben hem in ieder geval. Hij zegt dat er nog eentje spant. Laten we even kijken. Hij staat tegen de zon ook in. Dat is niet goed. Voor het beeld. Waar spant hij? Ik zie hem niet spannen. Hij is van mij is hij weg. Ik heb er denk ik al 2 gevangen. Dan vangen we even deze belsprout er nog bij. Voor onze victory bell die we nog nodig hebben. En dat doen we gewoon met een great throw en een normale pokeball. Als die blijft. 1, 2, 3. Die blijft. Bam, raad het is anders jongens. We hebben gewoon weer zo'n Pikachu. 73. Maakt niet uit. Hoe meer we er hebben, des te eerder we er eentje kunnen evalueren. Misschien kunnen we dat nu nog wel doen. Ik ga even kijken of we kunnen na deze vangst. We moeten er 50 voor hebben. Ik heb er nu geen idee. Let's take a look. Laten we eens gaan kijken. 40 candies, maar zit hier nog iets speciaals aan te ontvangen? Ja, en dan heb ik deze pokestop draaien. En deze Remo Raid, want daar kunnen we weer een Octillery van maken. Nu zit het wel lekker in de zon. Snoeboe. Oké, dat is een Snoeboe. Remo Raid hebben we ook weer. Nice. Maar waar is Snoeboe? Snoeboe, hier zo Snoeboe. Alright. Misschien kunnen we na deze vangst deze ook evalueren. Ik heb geen idee. Daarom ga ik eventjes een Pineapple Berry erop gooien. En een Great Ball. En we hebben ook een Great Throw, dus beter kan het niet. Nou ja, excellent throw. Oké, we hebben hem. Hoeveel moeten wij nog van deze candies hebben om Snoeboe te kunnen evalueren? We kunnen hem evalueren. Oké, okay, we gaan nu gewoon Snoeboe evalueren. Even kijken, we gaan naar de Pokémon. Waar staat Snoeboe? Naar, even kijken. Neem Snoeboe. Oké, evolve. Daar gaat hij. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Hoe hoog die gaat zijn überhaupt.
We hebben net 500 soebels, niet al te hoog. Even kijken. Oh, hij is wel echt ziek, hè? Kijk hoe hij eruit ziet. Oh my god. Die gisteren toen de Pokédex. Haha. Maar hoe heet die? Grumboo, 1189. Best wel nice. Alright, we gaan nu even door de duinen naar huis lopen. Want hier stond af en toe ook nog wel wat random. Ja, Pokémon. Dus we gaan, zoals je ziet, lopen we nu echt gewoon in de duinen met daar een woonwijk en alles. We gaan rustig naar huis lopen. Maar hier is even lekker windstil. Het is iets warmer. Maar ik hoop dat er nog iets speciaals gaat vallen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat die Pokémon Plus best wel chill is op dit moment. Ja, ik heb hem nu eventjes zo schuin gedaan. Dan hoef ik niet de hele tijd achter mijn arm te doen. Maar als ik nu bijvoorbeeld zo loop, nu zit mijn telefoon in mijn zak. En ik kan gewoon Pokéstops draaien. Ook al staat Pokémon niet open staat. Maar wel open staat qua app, laat maar zeggen. Niet dat je hem zo met dubbel homeknop weg hebt geswiped. Dus hij doet het nu lekker. Ik heb hem hier zo aanlopen. Dus terwijl ik nu loop, kan ik bijvoorbeeld zo Pokéstops tippen. Maar er is op dit moment hier geen Pokéstop in de buurt. We lopen hier alleen rond omdat mijn oom hier zo dus een stembeer heeft gevangen. En misschien terwijl we hier lopen ook weer iets speciaals van. Dus we zien het wel. We gaan toch terug naar huis lopen. Dus ja, wie weet komen we nog wat speciaals tegen. Maar ja, anders zien jullie het wel. En anders, ja, dan hebben we gewoon pech. We hebben wel wat chille dingen weer gevangen. Weer een nieuwe Gen 2 Pokémons. We hebben Snoeboel geëvalueerd. Dus dat is allemaal mooi. Alright jongens, er zit dus hier echt best wel ver vandaan een Grimer in de buurt. Kijk, waar wij lopen en daar zit die Grimer. Dus we gaan het gewoon proberen te halen. We zien het wel. Jongens, what the fuck? Er spat een beetje Snorlax hier. Oh my god, wacht. Oh. Wacht, weet je, deze moet ik hebben, man. Ik gooi er echt een ultra bal op. Oh, alsjeblieft een Great Ball ook. Echt, het begon te schemen opeens. Oh. 1, 2, je kan hem! Snorlax van! Oh my god, lekker. Heb jij hem ook? Ja, ik ben bezig. Kijk, ik is een Pokédex. Zo, ik ben echt blij dat we hier omhoog zijn gegaan. Lekker box. 1209 Snorlax. Oh my god. Jij hebt hem ook hier zo. Hoeveel is die voor jou? 1488. Oh, hij ging langs haar. Die van mij is maar 1200, maar maakt niet uit, ik heb hem tenminste. Bij mij 242. Mm-hmm. Ik ga nou even het IV berekenen van deze jongens. Kijk, dat kan je gewoon zo doen. Ah, hij heeft een good IV, 79. Niet heel erg hoog, maar ja, dat kan. Oh, we gaan nu eventjes naar een bejaardentehuis hier in de buurt. En daar spannen altijd Porygon. En die hebben we ook nog nodig. Spant hier wel een Bellsprout, die heb ik nog nodig voor mijn Victreebel. Dus die gaan we gewoon ook eventjes pakken. Maar ja, gewoon nog steeds het gevoel, we hebben gewoon een Snorlax. Hij staat niet heel erg hoog, 1207, maar we hebben hem tenminste in de Pokédex. En ik ga denk ik die Snorlax dadelijk als buddy zetten, want dat is echt ziek jongen, holy damn. We gaan nu alleen nog hier een rondje rondlopen, want hier schijnt dus bij het bejaardhuis ook nog een en ander te spannen. We gaan het gewoon proberen dus hier nog en dan gaan we lekker naar huis. We hebben bijna in deze 2 uur dat we buiten zijn, bijna 15.000 stappen gezet. Dat is echt veel, maar we gaan hier nog een rondje lopen. Dus ik hoop gewoon dat we daar nog iets tegenkomen. En anders is het mooi geweest, want we hebben al geluk gehad met de Snorlax. Echt, holy shit. Ja jongens, de Pokémon Go video ziet er hierbij weer op. We hebben vandaag ook de Pokémon Go Plus goed uit kunnen testen. Ik vind hem echt wel chill. We hebben super veel dingen gevangen, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als jullie nou nog eventjes een blauw lampje mogen achter kunnen laten, zou dat heel erg mij helpen. Gewoon omdat ik echt heel erg veel tijd in deze video's heb gestoken. Ook gewoon voor het lopen, het editen en het opnemen überhaupt gewoon. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Zo ja, nogmaals. Drop die like. Ik zie jullie morgen om 3 uur bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot dan jongens. Later.